Shoei, Neotech 2. Heerlijke helm, maar. Maar. Het is voor een motorrijder zoals ik, die volledig scherm heeft, grote kuip. Ik zet hem heel even de kant, kom zo terug. Die dus, net als ik, een grote kuip heeft. Vind ik de airflow van de Neotech wat aan de magere kant. Ik had er meer van gehoopt, meer van verwacht. En dat is mijn fout. De verwachting die ik heb, of had, was niet realistisch. De meeste, veel motorrijders, hebben een lager scherm. Ik heb een echt wel hoog scherm. Als je een lager scherm hebt, krijg je de wind over je helm heen. En die waait dan. Sorry voor de herrie. Die waait dan hier doorheen. En aan de achterkant weer naar buiten. Plus heb je ook wat aan het air vent hier. Als je dat kan zien. Zo. Dit air vent. Dicht. Open. Ik heb er nagenoeg niks aan. Wat ik ook heel erg jammer vind aan deze Shoei, is dat je dit is stand 1. Ik had graag dit gehad. Dat je net een randje open hebt. En dat gaat dus niet bij deze, want dan klikt hij dus dicht. Je hebt of dit of dicht. En dan kun je ook nog helemaal dicht. Nou, dat lukt nu niet eens maar lekker. Dat heb ik eigenlijk nooit. Zie je, dit vind ik eigenlijk al te veel in sommige gevallen. Dan wil ik gewoon dit hebben. Mij lukt het dus niet. Dus twee dingetjes waarvan ik denk, ja. En daar komen we op het volgende. Ik ben nog van de oude stempel. Ik heb nog een kabeltje. Dat heeft te maken met het feit dat mijn camera, intercom, mobielefoon en nog wat andere zut zit aangesloten op dit. Dus door middel van één kastje kan ik in theorie al het geluid op mijn camera zetten. Kom ik zo op terug. Het nadeel daarvan is dus dat je relatief weinig ruimte hebt en hier dus dit wat lastiger sluit. Zou ik het niet zo doen, zou ik die kabel hier ergens uit laten komen, dan klikt hij weer steeds open. Dus ja, een beetje jammer. Voor de rest, de helm zelf werkt super. Toen ik hem kocht zat deze wat aan de strakke kant. Dit kun je loshalen en dan kan je hem iets langer maken. Hetzelfde geldt aan deze kant. Dus hij kan langer. Het kindbandje kan echt opgerekt worden. De eerste keer had ik echt zoiets van, ik wurg mezelf. Stof verder. Allemaal netjes. Het zonnevizier. Het zonnevizier dus. Sluit prima aan. Een heel mooi vizier. Kun je heel goed doorkijken. Echt netjes. Het gewicht van de helm valt me niet tegen. Wat me wel tegenvalt, zijn die standaard Bluetooth dingen. Ik ben nog niet van de Bluetooth. Ik weet ook niet in hoe snel ik eraan zal moeten. Ik ben wel een redelijke dinosaurus wat betreft de bekameling. Maar zolang er niet een oplossing is die voor mij werkt, zal ik ook niet zo heel snel overstappen naar Bluetooth. Ik wil gewoon meerdere dingen aan kunnen sluiten. Navigatie, telefoon, mijn intercom zelf dan, mijn camera. En ik wil gewoon alles op kunnen nemen. En ik heb het nog niet gevonden. Als er mensen zijn die het wel weten, en niet dat ik gelijk 1000 euro hoef te investeren, want dat heb ik gewoon niet, dan
dan hoor ik dat best graag. Daar ging mijn one take. Er liep even iemand hier de woonkamer binnen. Dus moest even opnieuw beginnen. Ik had het over de pinlock. En dan eigenlijk met name het zonnevizier wat daar geen pinlock heeft. Rij je dus met je zonnevizier op en je doet uiteindelijk je helm dicht. Dan is de kans groot dat je dus je zonnevizier beslaat. En zeker in de configuratie, op de manier hoe ik ermee rij, het grote scherm wat ik voor me heb, veroorzaakt gewoon heel weinig wind over de helm heen en door de helm heen. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Voor de rest, ik vind het een fantastische helm. Ik vind de kleur fijn. Ik hou van een fel kleurtje. Ik wilde geen gele helm hebben. Ik wilde eigenlijk een fel oranje hebben, zoals ze in België hebben. Maar die hebben ze niet in de wat bekendere merken. En dan kwam ik op pasvormen die gewoon niet pasten. Je had er nou een. Nou, er is eentje. Er is één merk die zo'n echt oranje heeft. Zo'n fel oranje. Die pas ik gewoon niet. Die past gewoon niet om mijn hoofd heen. Daar heeft Shoei wel. Dus dat is wel heel prettig. En voor de rest valt het op zich voldoende op. Zeker samen met mijn motorpak. Die zal ik volgende week laten zien. Ik zal volgende week mijn motorpak laten zien. Kleuren passen net niet, maar goed. Oranje en oranje. Best leuk. Mijn camera. Ik denk dat ik hem wel eens heb laten zien. Maar voor de mensen die nieuw zijn. Ik heb hier een Sony FDR X1000V. Met een R'tje, maar die R gebruik ik toch nooit. Zodra ik opstap, zet ik hem aan. En zodra ik afstap, zet ik hem uit. Er zit een 64 gig kaart in. Daar kan je 2 uur en 40 minuten mee rijden. Ik heb een battery pack eraan gehangen. Met 18650 batterijen. Er zit een dummy batterij in. En op dit draadje. En waarom zo zou je zeggen, als de camera eruit moet, dan kan het draadje ver genoeg mee naar binnen om alsnog de camera eruit te halen. Stel dat je het kaartje wil wisselen bijvoorbeeld. Ik ben nog van plan om die bulky GoPro mount, zeg maar, kleiner te maken. Maar goed, voorlopig zit het. Het werkt. Dus daar ben ik wel blij mee. Dit heeft niks te maken met de helm anders dan dat hij op zich een mooi plekje heeft hier om hem aan te monteren op de plek die ik fijn vind. Schoongemaakt heb ik hem nog niet. Een paar keer uit elkaar gehad, dat al wel. Kortom, ben ik er blij mee? Ja en nee. Zou ik een nieuwe kopen? Dat weet ik nog niet. Gelukkig zijn we nog niet zover. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik een nieuwe zou kopen. Ik ben er nog niet van overtuigd. Een van de kleine pietluttige dingetjes is dat ik hem niet rechts kan openen, alleen links. Waarom niet een dingetje ook rechts? Als je stilstaat, kan je makkelijk met je rechterhand iets openen. Ik vind onzin. Maar goed. That's me. En voor de rest, nogmaals, ik ben er tevreden mee. Tevreden voor zover dat ik er nu mee gereden heb. Ik heb hem nu 3/4 jaar, denk ik. Zal ik hem mee gereden hebben? Nou, maximaal 10.000 kilometer. Ik denk dat ik het niet haal. Nee, ik denk niet dat ik de 10.000 haal. Maar goed, ik heb er op zich wel veel mee gereden. En zeker de laatste tijd dagelijks. Iedereen weer, bedankt voor het kijken. Mijn naam was Edi. Is Edi. En wellicht tot de volgende keer. Als er vragen zijn trouwens, stel ze gerust. Ik zal ze in alle eerlijkheid, voor zover ik dat kan, beantwoorden. Bedankt allemaal
Tot de volgende keer. Adieu. Ah.